Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza voor 24 augustus. Na het mooie weekend met de strak blauwe luchten hebben we nu te maken met veel meer bewolking en er vallen ook diverse buien. Op deze foto zien we ook buien die aan het groeien zijn. En we houden voorlopig nog wel wat buien, want ook vanavond kunnen er nog diverse buien vallen met kans op onweer en ook nog hagel. Komt allemaal door een lage drukgebied vanochtend vroeg nog boven het westen van het Frankrijk, maar dat lage drukgebied dat trekt over Nederland naar het noordoosten. Morgen overdag is het dan tijdelijk wat droger, maar in de avond volgt er opnieuw regen. En woensdag dan wordt het tijdelijk wat warmer, maar ook dan zien we weer een nieuwe storing verschijnen. Die komt vanuit het westen opzetten en die storing die brengt dan in de avond weer stevige buien. En ook donderdag is die storing nog aanwezig en dan kan het op veel plaatsen flink regenen. Vanavond vallen er een aantal buien met kans op hagel en onweer. Temperatuur ligt rond de 17 graden en er staat flink wat wind. Een vrij krachtige tot misschien wel harde wind langs de kust. Allemaal uit zuidelijke richtingen. Vannacht draait de wind uiteindelijk naar het westen, maar blijft wel stevig doorstaan. Temperatuur daalt naar een graad of 14 en er vallen nog een aantal buien. Later in de nacht trekken de buien naar het noordoosten weg. Morgen overdag is het dan tijdelijk wat beter met wat zonnige perioden. Het is zo'n 20 graden in de middag en er staat een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. In de loop van de middag neemt de bewolking weer toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En de dagen erna die zien er ook wisselvallig uit. Woensdag overdag is het tijdelijk wat droger, maar in de middag komen er weer nieuwe buien tot ontwikkeling. Het wordt wel warm, 24 tot 25 graden in het zuiden van het land, in het noorden temperaturen rond de 21 graden. Donderdag is er veel bewolking en zijn de perioden met regen. De temperatuur ligt dan in de middag rond de 20 graden. Dat geldt ook voor de vrijdag. Later op vrijdag wordt het wel droger vanuit het westen en volgen er ook opklaringen. Het weekend ziet er dan net weer eventjes wat beter uit. Met temperaturen over het algemeen boven de 20 graden. Zondag zou het wel eens heel warm kunnen worden, misschien wel zomerswarm, met temperaturen rond de 25 graden. Volgende week ziet het er allemaal weer wat wisselvalliger uit. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza.